voor de haven. Ja. Nee. Nou, kijk, ik kwam een paar jaar geleden achter dat er jaarlijks dit werd georganiseerd. Omdat ik zelf eigenlijk ook een pot ergerde aan dat zwerfvuil wat ik steeds zag. En ik dacht, ja, op een gegeven moment ga het maar oprapen. En toen kwam ik op een gegeven moment op het spoor van Peter Smit, dat is die man die Wereldbol in het ei heeft gemaakt. En die heeft ook zo'n soort iets opgericht van klagen loont echt absoluut niet. Clean dus eigenlijk. En die heb ik een paar keer op mijn werk gehad. Ik werk op een school. Daar zijn we ook met leerlingen nu vandaag bezig geweest. We hebben 30 zakken van straat gehaald. En dus ik dacht, nou ja, waarom zou ik het ook niet in Monnikendam doen, gewoon 's avonds. Dus ik heb een oproep geplaatst. En, nou ja, er staan al wat mensen, die kinderen daar, die komen. Er komen nog wat andere mensen, denk ik, aan straks. En dan gaan we gewoon eigenlijk een beetje langs de fietspaden en zo. Want langs de fietspad, langs Broek naar Broek en hier langs Monnikendam, dat is eigenlijk schrikbarend. Hey. Dus, nou ja, en dan gaan we dat. Misschien ga ik even kijken of ik die mensen hun e-mailadres kan krijgen. En kijken of we dat af en toe eens kunnen gaan doen. En want volgens mij wel, als het schoon is, dan zijn mensen ook niet zo snel geneigd om iets weg te gooien. En daarbij, dat plastic, dat gaat ons uiteindelijk killen, want die oceanen liggen al vol en dat moeten we gewoon echt stoppen. Nou, dat wou ik zeggen. Dus mensen, kom volgende keer ook lekker meedoen met Keep It Clean. Doe het trouwens gewoon, pak zelf af en toe wat van de straat of van langs het fietspad, stap een keer af. Je kan het niet steeds doen, want dan kom je niet verder. Maar af en toe er even aan meewerken, dat geeft een goed gevoel en ruimt lekker op. Dus, keep it clean. Kijk, dit wordt helemaal voor water. Het komt helemaal documentaire over op tv hoe dit werkt. Een mazzel dat het past, hè? Ja, dat is allemaal bij elkaar gezocht natuurlijk. Ja, heel mooi. Dit is hem. Ik heb ook handschoenen trouwens, dus als jullie zeggen ik wil ook een paar handschoenen mee. Ik wil in ieder geval wel eentje mee. Ja? Prima, ik heb er zat. Daar heb ik echt heel veel van. Ja, neem er allebei één. Allebei één, maar dan allebei een linker of een rechter, zeg het maar. Hoi. Het is vandaag, vrijdag 19 september en het is Wereld Keep It Clean Day. Dus wat gaan we doen? Ik ga die vraag aan drie meisjes klaar. Er lopen om ons heen allemaal mensen met vuilniszakken en prikpennen. Maar wat het nou precies is, ik ga het even vragen. Dag lieve meiden, ik heb hier staan Isja, Maaike en Eva. En wat is het vandaag? We gaan vandaag een deel van Nederland gaan we opruimen. Ja, een deel van Nederland. Gaan we dan het hele land door of blijven we eigenlijk een beetje hier? Nee, we blijven in Monnikendam en heel veel mensen gaan rond Monnikendam. En dan gaan ze met prikpennen en van de zakken lopen ze. En gaan ze afval verzamelen. Ja. En is het nou de eerste keer dat jullie dit doen? Voor mij wel, ja. En voor jullie? Ja, ook voor mij de eerste keer. Ook voor de eerste. En hoe belangrijk is het nou eigenlijk dat we dit doen? Nou, want het is slecht voor de natuur en het ziet er ook, voor het milieu, het ziet er ook niet echt gezellig uit of zo. Nee. Al dat zwerfvuil bedoel je, hè? Want dan hebben we het over flesjes en propjes en papiertjes die mensen op de grond gooien, toch? Ja. En dat moet ook opgeruimd worden en ook voor de dieren, want als ze het opeten gaan ze dood. En dieren zijn heel belangrijk voor de natuur. Ja. En bomen ook, want die zorgen voor zuurstof en zo. Ja. Hey, en is het bij jou in de buurt een beetje schoon? Of heb je ook wel heel veel zwerfvuil bij jullie in de buurt? Nou, dat is wel verschillend. Op sommige plekken is het wel vies, maar op sommige plekken is het ook wel schoon. Ja. Hey, en nu staan jullie met die prikpennen in de handen. Hè? Als je nou zwerfvuil gewoon op straat ziet, prik je dat dan op of doe je dat dan eigenlijk alleen vandaag? Nou, mijn vader die doet dat heel veel, Johan Horius. En als hij iets ziet, dan neemt hij het altijd mee. En zelf, als ik iets zie liggen, dan ruim ik het meestal wel op, maar soms ook niet. Hey, en jij, doe jij als je een snoepje hebt een papier in je zak of gooi je het op straat? Nou, ik doe het meestal in mijn zak en als ik dan een prullenbak tegenkom, dan doe ik het daarin of dan doe ik het papiertje daarin. En anders dan doe ik het wel eens in een putje. Zo, in zo'n putje. Stiekem dat niemand het ziet. En jij, ben jij ook zo netjes? Nee, ik doe het zelf wel als Isja. Oh ja, maar in je zak of dan stiekem in een put. Maar niet op straat? Nou, nee.
Hey meiden, even laatste vraag. Hoeveel denken jullie op te gaan halen? Een vuilniszak of een halve? Of wat halen jullie op zometeen? Iedereen wel een hele zak. Een hele zak. Ja, en denk jij dat ook? Ja, nou, dat we met z'n allen, met ongeveer de mensen waar wij mee gaan lopen, dat we wel ongeveer 6 tot 7 zakken kunnen vullen. Oh jee, maar dat betekent dat het wel heel vies is. Ik denk dat we snel moeten gaan, want we hebben een uur gekregen. Ik loop met deze meiden mee. Zometeen, ik zie ze aan de overkant al in de sloot. Kijk maar even daar. Zie je, zijn ze al aan het pakken. Dus we gaan erachteraan. We gaan het opruimen. We keep it clean. Volgens mij ben je bezig met keep it clean, of niet? Ja, ik ben bezig aan het opruimen in de hele buurt. Ik ben natuurlijk altijd al in de functie van brugwachter. Kijk rond de brug waar rommel ligt. En ik haal spiegels van de straat af die eraf gereden wordt. En nu is het keep it clean. Dat is natuurlijk iets van de Stichting Duurzaam Waardeland. Iets duurzaam. Hou je omgeving schoon. En dat vind ik dat is voor iedereen mooi. Ja. En hier langs de weg, is het allemaal wat je bij je hebt langs de weg gevonden? Dit kleine beetje vind ik gewoon op 100 meter waar ik normaal nooit kom. Dus omdat het nu gemaaid is, komt het dan weer boven. En dan zie je het ook. Echt een rotgezicht is het. Ja, precies. En met hoeveel mensen zijn jullie hier vandaag aan het schoonmaken? Nou, een stuk of 15, 20 mensen die zijn uitgewaaid over alle richtingen. Dus iedereen, sommigen met de fietsen, sommigen lopend langs de dijk. Of overal waar veel vuil ligt. Dus. Ja, en het is John Horjes hè, die dat initiatief heeft genomen? Johan Horjes, ja. Oh, ik zag al John. Ik denk, ik ken hem helemaal geen John. Oké. Okay. Ja, Johan die heeft het initiatief genomen en die probeert mensen te verzamelen die dat ook doen. Want iedereen moet die feitelijk in zijn eigen straatje het eigen vuil opruimen. Maar ook vaak het vuil van anderen. Het vaak van zijn rokers hier sigaretten weggooien. Ja. Dus wikkels van etenswaren. Dat ligt, ja, het moet geleerd worden. Als je iets niet weghaalt van jezelf, dan zal je het ook nooit van een ander weghalen. Nee, precies. Dus dat moeten met kinderen al beginnen. Hè? Dat je niks op de grond gooit natuurlijk. En zeker geen plastic, want er is ook heel veel plastic bij. Hè? Ja, er is heel veel plastic. Dus dat vergaat gewoon niet. Dus zou er dus ook een nieuw systeem moeten komen. Dat ze zeggen, we gaan over in plastic dat vergaat. Of van aardappelvezel gemaakt is. Dat het binnen een paar jaar vergaat. Dus dit blijft allemaal, net zoals in de zee, blijft het ronddwalen. Ja, en die plastic soep, hè? Ja, in de plastic soep. Dus de zee. Dat moet ook opgeruimd worden in feite uiteindelijk. Ja, daar zijn al initiatieven voor, toch nu? Ja, ik denk het wel. Er zijn bepaalde schepen die het weer vermalen en weer opnieuw gebruiken. Maar er is heel veel geld bij gemoeid. En heel veel rommel blijft er in de zee. Dus ook hier, overal blijft het vergaat gewoon niet. Nee. En wat is jullie plan om een uur lang op te ruimen vanavond? Ja, in eerste instantie een uur lang opruimen en dan wordt het alweer donker. En fijn. Maar dat de mensen zien dat er iets gebeurt. Dat er toch mensen zijn die ook van een ander opruimen. Dat is belangrijk. Ja. En wat doen jullie met het afval? Dat gaat naar de gemeente toe en dat wordt natuurlijk weer verwerkt. Als het echt alleen plastic is, dan wordt het alleen afgescheiden. Maar dit is allemaal troepen bij elkaar, dus ja, rommel. Nou, het is misschien een idee dat alles wat jullie vanavond verzamelen om op één hoop en daar nog even een foto van te maken. Dat gebeurt ook. Dat gebeurt op de parkeerplaats. Dan komt iedereen bij elkaar en dan wordt het bij elkaar op een hoop gegooid. En dan wordt er een foto van gemaakt en dan wordt het waarschijnlijk op de site geplaatst ook. Op welke site? Op de Stichting Duurzaam Waardeland. Waarschijnlijk ook op de omroep in, denk ik. Ja, waarschijnlijk ook. Ja, tuurlijk. Ja, tuurlijk. Oké, ik ga je niet verder ophouden, want je moet nog druk aan het werk. En ik zal even kijken of we zo meteen nog anderen zien. Ja, oké. Bedankt. Oké, ja, succes. Ja. Jullie. Ja, als je even beter kijkt. Ja, er liggen veel flesjes en blikjes en zo. Ja, dat is absoluut. Zware, volle zak. En ik kom er nog in aan. Wauw, geweldig. Zo. Net alsof je aan het vissen geweest bent. Ja, hè? Van het jagen, een mooie vangst. En we zijn eigenlijk nooit verder gekomen dan het tankstation. We zijn nee, al 2 zakken serieus? Vol. Ja, ja, serieus. We zijn tot daar geweest, toen is maar weer terug. Ja, het is ongelofelijk. Ja. Wow. Ik ben er dus gisteren langs gefietst en toen dacht ik, nou, als je dat hele stuk loopt, dan heb je vast wel een zak vol. Ja, nee, dit is, we zijn tot aan het tankstation gekomen, verder niet. Ongelooflijk. Was het leuk werk? Hartstikke leuk, hè? We willen niet meer stoppen. Ja. Moeten we nu wel terug? Het werk verslapen. We zijn weer terug. Het is al een beetje donker geworden. Het is 8 uur. We hebben een uurtje gelopen. En we zijn hier eigenlijk achter me langs. Kun je even kijken. Zijn we eigenlijk maar een heel klein rondje gelopen.
We hebben onder andere deze hele mooie skippiebal gevonden. Ik begin eventjes bij jou. Je moet even, want dan zien we je gezicht. Hoe vond je het? Leuk. Ja. En wat hebben jullie allemaal wat heb je allemaal gevonden? Heel veel, vooral blikjes, flessen en ook heel veel snoeppapiertjes en gewoon. Oh, en bij de benzine ook heel veel van die handschoentjes. Ja, veel plastic lag er. Hè? Ja, er lag heel veel plastic en we hebben ook hout gevonden en allemaal oude glas en karton en zo. Ja, ik loop even naar achter naar deze hele grote jongen. Hoe vond jij het? Ik vond het leuk. Ja, en was je verbaasd dat er zoveel spulletjes eigenlijk nog zo langs de weg lagen? Ja, vooral bij het tankstation. Ja, want je loopt eigenlijk langs en dan denk je, nou het valt wel mee. Maar hoeveel zakken hebben we opgehaald? 2 volle zakken. Ja. Had jij het verwacht, Eve, van het rondje? Nee, niet echt, maar... ook weer wel en ook weer niet. Ja, vond je het leuk om te doen? Ja, ik vond het wel leuk om te doen. Ja. En dan ga ik even naar de allerkleinste hiernaast. Tessa en Lef, hoe vonden jullie het? Hoe vond jij het? Ja, leuk. Vond je het leuk? En hoe vond jij het om te doen? Ook leuk. Ja, want jullie hebben een heleboel geprikt, hè? Wat is nou het gekste ding wat je hebt opgeprikt? Dat weet ik niet. Nee, dat is moeilijk. Weet jij het wel? Nee. Nee, en ik zag jullie, want jullie zijn ook nog helemaal in de sloot gaan prikken voor vuil. Ja. Ja, en wat vond je in de sloot? Een fles. En wat heb jij in de sloot gevonden? Het raarste was een rat. Ja, we kwamen een dode rat tegen. Die leven hier. En een mol, ja, want die leven hier gewoon natuurlijk ook. Maar misschien zijn die dieren wel overleden doordat ze plastic hebben gegeten. Ja. Ja, dus in die zin is het heel goed dat jullie zo goed hebben opgeruimd. Ja. Ja. Hé, meiden, gaan we dit? Het is 1 keer per jaar. Gaan we het volgend jaar weer doen? Ja, ik ga wel meedoen. Ja, en eigenlijk zouden we het misschien wel vaker moeten doen. Ja. Misschien zouden we eigenlijk even met z'n allen tegen de mensen moeten zeggen. Want die kijken natuurlijk hiernaar van hoe belangrijk het is dat je opruimt. Want ze eten en drinken zelf ook, maar ze beseffen zelf misschien niet eens dat er zoveel in de natuur ligt. Oké, dan gaan we even met z'n allen zeggen in de camera. Op 1, 2, 3 en dan zeg ik, hou de stad schoon, oké? Okay? 1, 2, 3. Hou de stad schoon. Het resultaat. Naast me staat Johan Hoorjes. We staan voor, dat kun je niet zien, die staan hier achter. Maar er staan hier 1, 2, een stuk of 10 plastic vuilniszakken helemaal vol met zwerven. Laten we eens beginnen met de dag van vandaag. Wat voor dag is het? Nou, het is Keep It Clean Day, hè? Ja, en wat betekent dat eigenlijk? Nou, het betekent eigenlijk niks meer dan dat mensen zelf gewoon eventjes de straat op moeten gaan. Zoals wij nu echt een klein uurtje gedaan hebben en gewoon even aan het werk. En je ziet het resultaat. En het is meer is het niet eigenlijk. Er is geen organisatie achter, er is alleen een website en een datum. Ja. Nou ja, en jij die het vindt dat het belangrijk is, dat het gewoon. Want waarom dacht je, ik ga dit hier ook in Monnikendam doen? Ik doe het al een paar jaar op mijn werk, op mijn school waar ik werk. En dat is altijd een gigantisch succes, want in Amsterdam-Noord, daar haal je zo 50 zakken van straat in een straal van 300 meter. En kinderen vinden dat leuk om te doen, ook wel. En ik fiets altijd naar Amsterdam en dan zie ik langs de weg heel veel liggen. En ik raap ik ook op, maar als ik... ja, alles opgeraapt, kom ik gewoon niet op tijd mijn werk. Dus ik dacht, dat moet anders. En een paar jaar terug kwam ik op dat Keep It Clean Day, die datum. Ik heb ook al contact met Peter Smit. Smit, kees familie van jou? Van die wereldbol in het ei. Die is ook een paar keer bij ons op school geweest. Maar goed, die is ook een beetje met dat initiatief begonnen. En ik dacht dus van, nou ja, waarom zouden we dat dan niet in Monnikendam doen? Ik heb de gemeente gebeld en die kwam gelijk het materiaal brengen. En advertentietje gezet en nog wat mensen gebeld, jou onder andere jou. En we zijn nu met een kleine 20 man denk ik bezig geweest. En je ziet binnen een uur hebben we dit. En wat mij ontzettend tegenvalt eigenlijk, is dat ik dacht, nou, jullie lopen wel dat hele rondje, weet je wel. Jullie zijn niet verder gekomen dan de benzinestation. Niet verder dan Texaco, want dat is inderdaad mijn vraag. Had je het verwacht? Nee, ik dacht dat er veel minder lag, eerlijk gezegd. Ik dacht, nou, dat maken we wel even schoon. Ik ben zelf even naar de pool gereden, want anders had ik niks te doen. En ik weet, daar zwemmen veel kinderen. Nou, ik had in no time had ik mijn vuilniszak vol. Met blikjes, chipszakken, eigenlijk voornamelijk blikjes en chipszakken. En plastic flesjes natuurlijk, heel veel plastic flesjes.
Ja, dat kwam bij de Texaco inderdaad ook. Veel plastic. Eigenlijk is één dag in het jaar natuurlijk veel te kort, of veel te weinig. Ja, nou ja, daarom heb ik ook gevraagd aan de mensen om even een e-mailadres op te schrijven. Dan als jullie zeggen, nou, we willen dit wel vaker doen, dan gaan we dat gewoon organiseren. Eén keer in de paar maanden of zo. Misschien op een zaterdagochtend. Kijk, een uurtje vind ik ook wel genoeg, weet je. Je moet ook niet een hele dag of zo. Ja, Ine, die heeft wel zin om een hele dag te gaan. Nou goed, we gaan het regelen. Ja, misschien een mooi initiatief om dit dan vaker te doen. Laten we proberen of we één keer in het seizoen gewoon een stukje van Monnikendam mooier kunnen maken. Eén keer in het seizoen, dat bedoel jij... Dat is vier keer per jaar. Ja, dat is, ja per seizoen, ja, heel goed. Ja, ik voel een zomer en dan is het vanaf maandag is het alweer herfst, dus dat, oké. Er komt een nieuwe traditie aan. Nou, ontzettend bedankt voor dit mooie initiatief en fijn dat de stad een stukje schoner is. Oh ja, wacht, ik heb trouwens voor iedereen, namens Stichting Duurzaam Waterland, heb ik een ledlamp. Die mag ik jullie uitdelen. Ja, dat is alleen voor deze keer hoor trouwens. Het is niet iedere keer dat je weer een ledlamp, dat je denkt, nou ik ga weer een ledlamp verdienen, maar...